Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik heb vandaag best wel een spannende afspraak. En ik dacht, ik wil het even met jullie delen. Ik ben aan de late kant, maar ik wil toch nog even graag uitleggen voordat ik het ga doen. Ik heb namelijk zo'n afspraak om facings te zetten bij Apollo Tandheelkunde. En er is eigenlijk helemaal niks mis met mijn tanden. Ik heb zelfs een beugel bij mijn ondertanden, dus ik ga mijn boventanden doen. En de reden waarom ik het graag wil doen is omdat ik op mijn 16e heb ik een ongeluk gehad. En toen ben ik tegen een motor aangeknald. Toen ben ik dus gevallen op de stoep. Echt letterlijk met mijn gezicht zo op de stoep. En ben ik dus deze tand kwijtgeraakt. Dus het is nu een neptand. Ik heb eigenlijk al een facings. En ze gaan het nu voor mij mooi maken. Op de camera zie je het echt heel goed. Maar je ziet echt heel goed verschil tussen de facing en mijn eigen tanden. En dat wil ik graag fixen. Dus dat ga je straks zien. Guys, ik heb er echt zin in. Ik heb heel lang getwijfeld hierover. Daarom heb ik ook eigenlijk een beugel genomen. Anders had ik ook net zo goed mijn ondertanden. Anders had ik net zo goed ook mijn ondertanden kunnen doen. Maar ik heb toch besloten om voor facings te gaan. Want het geeft bij mij gewoon veel beter resultaat. Ik kan bijvoorbeeld ook niet met tanden bleken. Want mijn facing die kleurt gewoon niet mee. En dan heb ik elke keer kleurverschil tussen mijn eigen tanden en een facing. En dat zie je op de camera niet goed. Maar in real life zie je gewoon dat er een kleurverschil is. En dat is best wel jammer. Dus dat ga ik vandaag fixen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ga nu heel snel rijden. Hey guys, ik ben nu bij Apollo Tandheelkunde en ik ben vandaag met tandarts en dit is de assistente. Hallo. Ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren, we gaan het zo even bespreken. Ik heb altijd net gezegd, ik wil geen paardentanden, maar dat komt wel goed. Is er nog bruiner van binnen? Ah? Ja. Guys, ik ben klaar en kijk wat de verdoving met mijn lippen heeft gedaan. Ik zie er echt niet uit. Ik heb net honing opgehaald. Ze gaan me echt uitlachen in één keer. Is het nog mooi, maar in het echt is het nog enger. Oh my god. Guys, ik heb dus net mijn facings gedaan. En mijn lip is dus opgezwollen door de verdoving. Kijk hoe ik eruit zie. Echt niet normaal. Ik kan mijn eigen facings niet zien, omdat mijn lip zo is opgezwollen. En ik moest zo op de foto gaan met hen. Oké. Enger. Het is echt eng, hè, hon? Ja, ik weet niet. Dit is nog enger als je lippen spuiten. Ja, dit is zeker enger dan je lippen. Dit is enger. Dit is nog enger. Ik lijk over een leeuw of zo. Een mislukte. Niet lachen. Anders doet het pijn misschien. Niet lachen. Krijg je het echt door verdoving? Of ligt aan mij? Of reageer ik heftig? Misschien moet je even ijs eten. Dan slinkt het ook. Waterijs. Ja, de tandarts zei dat het gewoon met 2 uur gewoon weg was. Oké, even tijd in de gaten houden. Ik vind het best wel eng, hè? Anders moet je waterijs eten. Slinkt ook ijs. Met zwelling slinkt het. Nou, ik ben benieuwd jongens. Ik hoop dat het snel weggaat. Want ik moet straks eigenlijk ook nog een foto maken voor een campagne. Nou, ik weet echt niet hoe dat gaat lukken. Bid voor Miriam. Guys, ik ben nu bij Honey. En kijk één keer haar kerstboom. Net zo kleurrijk als Honey zelf. Hij is echt cute geworden hoor, hon. Hij is mooi, hè? Er zitten echt gekke dingetjes in. Kroontje. Waar is jouw schoen? Daar, onder de kroon. Schuin onder de kroon. Schuin onder... Oh, hier! Zijn schoentje, dat vind ik echt honey. Guys, even serieus. Ik heb een rietje voor jou, hè? Ja, ik heb ook echt een rietje nodig. Ja, ik kan echt niet drinken zo. Guys, ik kan echt niet leven zo. Dat is echt niet normaal. Het lijkt echt alsof ik botox heb gedaan. Maar het echt verkeerd is afgelopen of zo. Besef, ik heb nog steeds niet. Weet je wat ik heb gedaan bij de tandarts? Ik heb facings laten zetten. En ik kan mijn eigen facings niet inzien omdat mijn lip zo is opgezwollen. Kijk, ik heb nieuwe tanden. Hé, zeg, je kunt ze nou een beetje zien. Oh, hier is mijn tand. En hier is mijn lip. Dankjewel, Honey. Honey verwend me altijd zo erg. Heb je nou light? Sugar free? Is dat sugar free? Echt. Hey guys, ik ben net thuis en ik heb dit pakketje gekregen van Nars. Kijk, ik heb er een kaartje bij gekregen. En daar staat op, happy holidays, veel liefs, Laura. Super cute. Kijk, ik vind dit echt zo mooi. Het is een highlighter, maar die ziet er ook echt heel mooi uit van binnen. Wacht. Kijk één keer hoe mooi deze eruit ziet. Kijk, zo ziet het toilet eruit. En nu heb ik ook nog een flits erop van Honey. Maar zo ziet het eruit. Ik vind deze kleur wel echt heel mooi, zie ik nu. Zo'n beetje kaki groen. Maar echt zwart of zo gebruik ik zelf eerlijk gezegd niet.
Maar wel misschien voor onder mijn ogen gewoon echt heel erg uitblenden. Nou, op zich is deze ook wel mooi. Met flits is die echt heel mooi eigenlijk. Oh, ik vind het ook mooi. Ja. Ik vind het echt mooi. Doe de flits uit. Kijk maar hoe saai het eruit ziet zonder flits. Zie je? Maar hij is echt mooi als je er licht op hebt. Ja, klopt. Ik heb net dus een foto genomen van heel veel foto's genomen met mijn nieuwe horloge van Birkin Watches. Dus ik hoop echt dat ze goed gelukt zijn. Ik heb hem net volgens mij al laten zien hoor, maar ik laat hem even voor de zekerheid nog een keer zien. Kijk, ik heb deze horloge van Birkin Watches gekregen. Kijk hoe mooi. Met mijn kortingscode Miriam krijg je ook nog 10% korting. Oké, ik ga even de foto's op mijn computer zetten. Dan ga ik even de mooiste uitkiezen en op mijn Instagram plaatsen. Wordt er één goed gelukt is ofzo, want het wou maar niet echt lukken hè, hon. Ik kreeg echt stress. Ja, hon, ik ken me. Ik krijg echt stress daarvan. Mijn mond begint al een beetje beter te worden, hè? Wat vind je ervan? Ja, hij is wel een beetje asymmetrisch. Dus hij zakt een beetje zo. Maar het wordt wel veel beter dan net, eerlijk. Ja. Net was echt heel erg. Ik ben er echt blij mee. In ieder geval, ik ga even snel een fotootje kiezen. Dan ga ik die op mijn Instagram plaatsen en daarna gaan we even lekker eten. Wil je anders een Saranda toe misschien? Die haar oven in de fik heeft gestoken. Marse, kom hier naartoe. Ik wil tegen Marse zeggen. Nou, dat zien we wel. Ja. Ik heb jullie nog niet verteld, maar Saranda heeft haar oven dus in de fik gestoken. Ze heeft dus bakpapier gedaan met pita broodjes erin. Het heeft volgens mij helemaal aan. Zij gaat helemaal stuk. Dit is echt Saranda. Om, ik ben helemaal vergeten. Ik heb natuurlijk facings, jongens. Ik zit te lachen. Ik zie opeens zo helemaal zo witte tanden. Kijk. Ik heb facings. En ze is echt heel natuurlijk gedaan. Ik vind de tandas echt gewoon echt super. Hij is echt zo lief. En Uzzeke is heel lief. De assistent Boerjo is echt heel lief. Ik vond het echt top. Top, hoe zeg je dat? Zo'n tandartspraktijk. Ja, echt een top tandartspraktijk. Goed werk afgeleverd. Ja, echt. Ik ben er zo blij mee. Ik zei tegen hem, ik wil geen paardentanden. Want heel vaak zie je mensen met facings die echt zo van soort van paardentanden krijgen. Zo echt heel grote tanden. Ik zei, dat wil ik absoluut niet, want dat heb ik van mezelf ook gewoon niet. Zij heeft ze wel iets verlengd bij mij, dat zie je ook wel, hè? Iets verlengd. Want eerst waren mijn twee voortanden groter dan de rest. Weet je dat niet meer? Maar ze gaan wel een before after maken voor jullie. En dan laat ik het jullie later wel zien. Ik ben er echt blij mee. En dan ga ik heel dag lachen. Moet je met mij praten, dan ga ik lachen. Praat eens. Oké, guys, ik wou nog wat laten zien. Ik heb gisteren dus een nieuw parfum gekocht. En ik ben er echt zo blij mee. Hij was maar 30 euro. Van Issy Paris. Deze is in de actie. En dat is deze. Hij heet Vanitas of zo. Van Versace. Vanitas van Versace of zo. Maar hij is zo lekker. Ergens echt een aanrader. Kom op, we gaan naar Saran. Kijk eens. Kijk eens wie ik heb gemist. Ja, Bibi. Ja. Is dat mama? Ik kijk helemaal naar jou, of niet? Naar de camera. Ja. Ik was trouwens vergeten te zeggen, ik heb mijn nagels laatst gedaan. Gisteren heb ik mijn nagels gedaan met Esmee. Goedemorgen, het is vandaag de eerste kerstdag. En wij zijn de voorbereiding aan het doen. We krijgen allemaal vrienden over de vloer straks. Kijk hoeveel brood wij net hebben ingekocht bij de Turk. Het ruikt zo lekker. Ik heb ondertussen mijn extensions gewassen. En ik ga het nu feunen. Kijk, ik ben nu de kerstdag. Kijk, ik heb nu echt spijt dat ik niet meer versiering heb gehaald voor de tafel. Dus het is ook al uit nu. Oké, mijn make-up is gedaan. Nu ga ik wat doen aan dit haar. Het is echt plat vandaag. Maar gelukkig heb ik extensions. Oké, ik ga even snel mijn haren doen. Oké, guys, de bezoek heeft net aangebeld. Dus ik kan even snel zien wat ik aan heb. Ik heb hem helemaal klaargemaakt. Ik ben net ready. Make-up gedaan. Ik heb deze oorbelletjes in. Deze ring om. Ik heb een blazer om. Blazer aan van Zara. Leren een rokje en mijn nieuwe schoenen van Miss Guided. Nou, dus even. Oh. Hey, zal ik hem vasthouden? Ja. Kom een keer mijn hele gezicht erop. Mooi? Mooi hoor. En we gaan zo lekker eten. Vullen we onze kerstboom? Kijk, we hebben hier allemaal vlees en zo. We hebben allemaal dingetjes klaargemaakt. Allah, hallo. De kerstboom. Ja.
En, vroeger maakte ik altijd zulke foto's met mijn ouders. Ja. Yeah. Same picture. Maar er komen dus heel veel mensen eten. Tenminste, 8 man. Lira! Krijgt Lira ook iets bijzonders te eten? Nou, ze heeft volgens mij genoeg in huis, hè? Kijk hoe Tini is aangekomen. Heb jij het koude? Oh, ze heeft wel echt koude handjes. Bibi. Hi Tini! Hey, oh, Bibi! Camera. Ja? Ik mag even één glas en één glas buiten maken. Ja, is goed. Hey! Dit ziet er echt goed uit, man. Hoe laat komen ze nou? Voor een kwartier. Oké. Okay. Perfecte timing, hè? Ga je die reis op dan? Ja. Ik heb in de magnetron. Zal ik alvast beginnen? Ik heb alles al erin. Feest erin, hè? Ja. Twijfel jij gelooft in jou in me. Hey, we hebben allemaal cadeautjes gekregen. En kijk één keer wat Nessim heeft gekregen. Ja, toch? Ja, zonder één moet al terug. Ik ben ook. Hallo. Ja, tering leuk. Hey, wij gaan nu lekker een spel spelen. Hallo. Oh, op de kop. Hallo allemaal, het is vandaag oud en nieuw. En ik wil jullie graag nog een gelukkig nieuwjaar toewensen. Ik ga vandaag helaas niet vloggen, of ik heb vandaag eigenlijk niet gevlogd. Ik ben namelijk uit eten geweest met Nessim en vrienden. En het is inmiddels zo'n 10:30. We zijn weer teruggekomen. Nessim heeft dus zo 2 shows en ik heb mij opgevreesd. En ik ga zo naar SMS. Ik vier helaas mijn oud en nieuw niet met Nessie. Maar we gaan 12:00 gewoon FaceTime hebben wij afgesproken. In ieder geval, ik ga jullie even mijn outfit showen. Ik heb Miss Guided jurkje aan. Zo'n blazer jurkje, ik vind hem echt leuk. Ik heb mijn nieuwe tasje om. En deze schoenen. Deze had ik van een boutique uit Amsterdam. Och, Amsterdam. Uit Rotterdam. Ik kom niet eens om woorden. In ieder geval, ik heb mij... Ik ga weer opkomen. In ieder geval, ik heb mij opgefrist en ik ga dus nu naar SME. Ik wil jullie allemaal bedanken voor alle support in 2017. Het was een mooie jaar. En ik hoop dat jullie genoten hebben van deze dag. En ik wens jullie een gezond en gelukkig jaar toe. Mwah!